Hypermi VPN. Hoe weet je of het nou een waardeloze steen of een supermooie diamant is? Laten we het hebben over deze VPN en zien of deze steen goed geslepen is. En waarin deze steen uitblinkt en op welke gebieden hij nog wel een poetsbeurt kan gebruiken. Like en blijf kijken. Ten eerste, laten we het hebben over het Hypermi app ontwerp. Ik vond de Hypermi VPN app opgeruimd, duidelijk en heel erg eenvoudig. Een aantal dingen die ik echt heel erg gaaf vond, is dat je de server snel kan sorteren op naam, ping of het land. Je kan zelf selecteren op de 10 gigabit servers. Ook in de app is direct duidelijk welke servers streamingvriendelijk zijn. En je kan zelf ook bepalen of je automatisch met de beste ping de dichtstbijzijnde locatie of server met de laagste belasting wordt verbonden. Hypermi VPN apps kun je installeren op alle besturingssystemen. En de browser-extensies zijn er voor de meest populaire browsers. Deze VPN kun je ook tegelijkertijd gebruiken op maximaal 10 apparaten. En ik moet zeggen jongens, dat is echt netjes. Helaas heeft Hypermi VPN geen Smart DNS functie. Dus als jij nou een apparaat hebt dat geen VPN ondersteunt, zoals je Apple TV, kun je die niet via de Smart DNS verbinden, maar kun je dat alleen maar doen via je router. Maar wat is nou de waarde van een mooi appontwerp als de serversnelheid van een VPN laag is? In deze drukke tijden kan namelijk niemand het zich verantwoorden dat je traag internet hebt. In sommige landen, inclusief Nederland, geeft Hypermi aan dat ze servers hebben met 10 gigabit aan snelheid. Onze eigen internetsnelheid waarmee we testen is niet zo snel. Maar als jij nou wel thuis zo'n snelle aansluiting heeft, dan heeft Hypermi VPN dus veel voor jou in petto. Tijdens onze snelheidstest kregen we ook zeer goede resultaten van de snelheidstest in Nederland en de Verenigde Staten. Helemaal rekening houdend met dat deze VPN-servers in Amerika heel ver weg zijn. Maar over andere landen gesproken, de resultaten van Hypermi VPN waren in de snelheidstest heel erg verschillend per land. Bijvoorbeeld in België was de downloadsnelheid niet zo indrukwekkend. Maar als je nou meer wil weten over welke snelheden we gehaald hebben in meerdere andere landen, klik dan hieronder in de omschrijving. Ook met streamingdiensten was Hypermi absoluut niet teleurstellend. We kregen met de eerste poging toegang tot de Amerikaanse Netflix-versie. Maar het werkte ook prima met de Engelse, Canadese en Japanse versie van Netflix. Je hebt met de Hypermi VPN toegang tot de BBC iPlayer, zodat je ook daar elke koningswissel live mee kan maken. Verder, met Hypermi VPN kun je ook anoniem torrents downloaden. Tijdens het downloaden van de torrent zonder VPN was mijn downloadsnelheid 50 Mbit per seconde. En met de Hypermi VPN server in Nederland zat het rond de 35 Mbit per seconde. Dat zijn gemiddelde snelheden voor het downloaden van torrents. Hypermi VPN heeft ook een split tunneling functie in hun apps. Dus als jij wil kun je anoniem torrents downloaden met behulp van de VPN en je rest van je internetverkeer gewoon via je standaardverbinding laten lopen. Ze hebben ook een SOX 5 proxy, die je verkeer niet versleutelt, maar wel je IP-adres verbergt. En daardoor kun je bijvoorbeeld hogere snelheden hebben bij je torrenten. Bij Hypermi VPN kun je dit programma niet alleen in je torrentprogramma activeren, maar ook gebruik maken van de browser-extensies. Verder, als ik kijk naar de Hypermi veiligheidsfuncties, heeft deze VPN in het laatste jaar grote stappen naar voren gemaakt en is het van een eenvoudige VPN met de meest simpele functies naar eentje met essentiële uitbreidingen gegaan. Dus wat zien we als we kijken naar die functies? Zoals beloofd verandert Hypermi VPN jouw IP-adres. Ze gebruiken een sterke 256-bit AES-encryptie. Ze hebben een killswitch-functie die jouw internetverbinding beperkt als de VPN-verbinding wegvalt. En ze hebben ook een groot scala aan veilige en snelle protocollen. Inclusief OpenVPN, IPv2, WireGuard en SoftEtherVPN. Wat een veilige keuze is om firewalls mee te omzeilen. Een pluspunt van Hypermi VPN is dat ze ook nog eens port forwarding aanbieden. Ook heeft deze VPN volledige bescherming tegen elke vorm van lekken. En als jij nou extra veiligheid zoekt, dan heeft Hypermi VPN ook een multi-hop functie. Of ook wel een dubbele VPN genoemd. Die laat al jouw internetverkeer via twee VPN servers tunnelen. En zo heb je een extra laag van beveiliging. Optioneel bieden ze ook een Stealth Guard functie aan. En deze titel is misschien een beetje misleidend voor degenen die al andere VPN hebben gebruikt. Want het is namelijk geen stealth modus om internet firewalls mee te omzeilen. Maar wat deze Stealth Guard functie biedt, is de flexibiliteit om bepaalde apps of juist altijd je gehele internetverbinding automatisch te laten lopen via de VPN.
Bijvoorbeeld als je wilt dat jouw torrentingprogramma alleen maar werkt met een VPN, dan kun je deze hier toevoegen. En dit zorgt ervoor dat je niet bang hoeft te zijn om de VPN eerst aan te zetten als je begint met torrenten. Maar wat Hype.me VPN wel mist, is een advertentie, tracker en malwareblokker. Deze functie is natuurlijk geen must, maar alle top VPN's hebben deze functie tegenwoordig wel. En over privacy gesproken. Hype.me VPN is gevestigd in Maleisië, waar de lokale wetten geen verplichtingen hebben voor het opslaan van gebruikerslogboeken. Ook is dit land geen lid van de 14Eyes coalitie, waarbij inlichtingendiensten en overheden met elkaar samenwerken met gegevensuitwisseling. In hun privacybeleid geeft Hype.me VPN ook aan dat ze geen logs bijhouden van je VPN-sessies. Ook niet van je surfgedrag, de websites die je bezoekt of andere activiteiten die met je VPN-verbinding te maken hebben. Ook bewaren ze nooit logs van je VPN-verbinding met tijdstempels die overeenkomen met de inkomende en uitgaande IP-adres of de duur van je sessie. En volgens de informatie van de Hype.me klantenservice zijn de servers ook 100% RAM-servers. En dat is heel goed nieuws voor jouw privacy. Dat komt omdat dit soort servers geen gebruikersgegevens kunnen bewaren, omdat ze niet op een harde schijf draaien, maar in het geheugen van de server. En om hem betrouwbaar ook te bewijzen, boden ze zich ook vrijwillig aan om gecontroleerd te worden door de onafhankelijke beveiligingsspecialist Leon Juranek van Defense Code. En die verklaart ook dat Hype.me geen gebruikers- of activiteitenlogboeken opslaat. En als je kijkt naar privacybeleid van je data, ben je dus heel goed verstopt met deze VPN online. En dan nog één ding, de prijs. De goedkoopste Hype.me deal is een 2-jaar abonnement. En dat is zeker niet het goedkoopste aanbod tussen andere top VPN's, maar is zoals vele dingen van deze VPN ergens in de middenmoot. Naast hun standaarddiensten bieden ze ook nog eens gratis diensten aan, waarbij je toegang kan krijgen tot 5 serverlocaties met de beperking dat je maximaal 10 gigabyte dataverbruik hebt. En als je nou de volledige versie wil uitproberen, dan kun je altijd gebruik maken van een 30 dagen geldteruggarantie. Dan kun je namelijk wel genieten van een 2000 servers in 64 landen op maar liefst 75 locaties. En als je op dit moment nog steeds vragen hebt over deze VPN, dan kun je die vragen ook altijd stellen via een live chat of e-mail. Ik heb deze zelf uitgeprobeerd voor jullie en kreeg directe antwoorden naar mijn gevraagde vragen in de live chat en binnen 1 uur via de mail. En als jij nu gebruik wil maken van deze VPN, dan vind je een kortingslink in de beschrijving onder deze video. Dus al met al, Hype.me VPN is zeker een goede deal. Een bewezen geen logs beleid is heel erg aantrekkelijk. Maar hoe kan deze ruwe steen nou nog beter geslepen worden? Ze zouden hun snelheid in sommige landen zeker kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld in België of Engeland. Maar over het algemeen is dit een nette, fonkelende VPN zonder duistere kanten. Een echte diamant dus. En jongens, de tijd om verstopt te blijven is nu echt voorbij. Dus slaap die like knop en abonneer op mijn kanaal. En dan gaan wij elkaar heel snel weer zien in de volgende video van VPN Consult. En zoals altijd jongens, blijf veilig online.